Hey, hallo, welkom bij de Allerlei Tutorials. Hoe te beginnen op de Allerlei servers? Dat gaan we je vandaag uitleggen. Je begint met een server toe te voegen. De Allerlei server in de serverlijst van je Java Minecraft op je PC. Dat doe je door op Add Server te klikken. En dan kom je vervolgens op dit scherm terecht waar je de server kan gaan toevoegen. Dat toevoegen, dat doe je door in dit schermpje de servernaam in te vullen. Dat is server.allerlei.be. server.allerlei.be. Het makkelijkste is meteen ook dat je het bovenste scherm aanpast, zodat je daar bijvoorbeeld de naam Allerlei server inzet, zodat je de server nadien gemakkelijk terugvindt in de serverlisting. Dat is hetgene wat je hier ziet. In die serverlijst kan je vervolgens de Allerlei server kiezen. Je klikt erop en dan klik je op Join Server. Je zou kunnen dubbelklikken. En na eventjes wachten komen we dan in de lobby server van de Allerlei wereld of de hub van waar je altijd zal vertrekken wanneer je aankomt, aanlogt op de Allerlei server. Die hub of lobby, wat vind je daar? Wel, eerst en vooral vind je daar door middel van hologrammen een aantal korte verklaringen, korte uitleg om je te vertellen hoe je op de server kan spelen, wat je allemaal op die server kan doen. Maar, belangrijk, als je de eerste keer aanlogt, dan moet je nog akkoord gaan met onze voorwaarden voor je kan gaan spelen, voor je naar een van de andere servers kan gaan. Hoe ga je akkoord? Dat vertel ik zo dadelijk. De regels die vind je op onze Discord-server, op onze website of in dit boek waar je ze kan overlopen en eventjes kan bekijken. Als je dat gedaan hebt, dan moet je een commando uitvoeren om ermee akkoord te gaan en dan kan je spelen. Dat commando dat is heel eenvoudig / agree, zoals je hier kan zien. Dan doe je enter en vervolgens heb je de voorwaarden aanvaard en kan je spelen op de Allerlei servers in de Allerlei world. Naar die servers, daar ga je door op deze mannetjes te klikken die je laten zien wat de verschillende werelden, de verschillende servers zijn. Keileuk, we gaan er zo dadelijk op terugkomen. Maar we zeggen eerst even, hallo Alejandro, hoe gaat het met je? Hoe gaat het met Tokje Kip? En hoe gaat het met Nacho, je kat? En vervolgens? Vervolgens is het misschien geen slecht idee om toch even rond te kijken in de lobby server, op de hub server. Want misschien zijn er wel een aantal dingen waar je eens rechtsop zou kunnen klikken en die je een cadeautje gaan geven. Eens even rondwandelen, maar ik zou het in ieder geval doen. Eens even rondkijken overal. Er zijn misschien zelfs wel dieren waar je op kan klikken. Als er een naampje boven staat, dan zal je het wel begrijpen. De dingen die je krijgt, die kan je vervolgens misschien wel verkopen in de winkel hier. Kijk, daar heb je een wolf met een beloning. Probeer hem maar aan te klikken. Goed, we hebben even rondgekeken in de lobby server nu. We gaan eventjes naar onze mannetjes. Daarboven staat de naam met de server naar waar je gaat. Ik heb nu rechts geklikt op de creatief serverman. En dan kom ik in de creatieve wereld terecht. En wat gebeurt er als je in de wereld terechtkomt? Wel, dan krijg je deze daily rewards, deze dagelijkse beloningen te zien. Klik erop, kom elke dag terug en je krijgt elke dag een grotere beloning. Hetzelfde voor weken, hetzelfde voor maanden. Maar daarover vertellen we je in een volgende tutorial zeker meer. Dag!